En dan zit je staat die tegen een wacht dat die hier ook weer werkt. Op het einde van de eerste rondje zien daar vooraan Jan Kleijs heeft het commando genomen. Die geeft het door aan, maar nog wat volk bij hem. Thomas Broeks als zevende, dan hebben we hier Bertolf als achtste. Zo komen ze langs op het einde van de eerste ronde. Kevin van Rooij. Thomas en de Rijmakers. Dan met we hier Hans Bertolf met Bajorenko, met Thijs onder meer voor Tim Goris. Met Nico Strooijer de kort achteraan. Ja, Snels, Borgers, Goossens, Wouter Goossens en Nico Strooijer. Dan komt Glenn Slijts hier met Jelle Bent. Dan Thomas Hoeks. Zo zijn ze hier achter de cafetaria langsgekomen. Snels die rijden de dans naar Roetgebaan terzijde, die geeft het tempo aan. Borges gaat goed mee en ook Wouter Goossen. En dan Nico Strooijer die nog een kleine kloof heeft te dichten. Snels heeft ze proberen op de vier te krijgen. En gaan we hier gezwind over het strand. Door het zand in rijden, terwijl Borgers nog een iets ving. Ola en dan Wouter Goossen komt tegen de val. Snel terug op die fiets. Nico Strooijer krijgt de gelegenheid om mee te gaan misschien met de Goossen daar. Nee, dat verschiltje blijft toch nog. Slides die we goed door het zand zien rijden. Jelle Vest die er even af moet. En Thomas Boeks blijft ook overeind. En op de fiets. Twee ronden ver in deze wedstrijd. Majorek.
de Vlozen, die doet er toch alles aan om de schade te beperken. En ook Nico Snooijer is nog bij de zaak, is naar die derde plek. Dan Tim Borgers als vierde. Zo komen ze achterlangs hier. En zo dadelijk langs de waterlijn, langs de plas. Prachtige strijd hier, langs de waterzijde, de strand om hier, zeer een bulle zand in. En dan is het echt alles gegeven. Dus niet iedereen gegeven door zo'n zand in te rijden, dat is ondertussen wel geweten. Snel zijn Strooijer komt erbij, komt in het gezelschap van Goossens ook. En, dan Borgers, wat kan die doen? Kan die nog wat terugzetten? Even verderop, klein sluit. En dan Thomas Koek. Ook zij proberen wat goed te maken bij het nemen van die passage door de zand. Door op de fiets te blijven. En stuurkunst is erbij nodig. Jelle Wens komt dan. Maar ondertussen hier, Chris Snels. En dat is nog vier ronden. Nog vier ronden, Chris Snels. Alleen aan het commando. Wouter Goossen, nog vier ronden. Nico Strooijer, vier ronden nog. Die Borgers ook nog vier ronden af te leggen. En zo is het dus ook voor Sluis en Thomas Bos. En ook voor Sven Rijmaker die eraan komt. Die ronde nog. Nog vier ronden, Hans Bertels en André Marta. In de oosten met de Strooijer toch wel wat verderop. Die verschillen zijn niet enorm. Maar toch is het weer alle hens aan dijk voor de Goossen en snel vooraan. Strooijer blijft wel in de buurt, maar moet nog lijkzaam toezien dat die twee nog een hens voor hem uitrijden. Wouter Goossen uit Essen is hier en dan Chris Snels. Dat zijn de mannen die al heel de tijd de wedstrijd beheersen vooraan. Snels uit Kapellen en dan Nico Strooijer. Nico Strooijer uit Kursel. Dat is iemand van hier in de streek. Dus rijdt
bijna een thuiswedstrijd. Dat is misschien een beetje overdreven, maar toch. En dan komen we dus op 3 ronden van het einde. Dat is goed, Michel. 3 ronden. Snel ten golfe. 3 ronden, strooien. Dat het 5-12 is om wat weg te zetten, kan het misschien op de strandstrook doen, want dat gaat dan even moeizaam voor de snelst en daardoor komen de 2 wat dichterbij. Strooien met Chris Nels en die rijden aan het commando. Het is Wouter Goossen die nu moet achtervolgen. Voilà, strooien even van het commando weg, maar op die strandstrook terug
gezwind vooraan terug de koppositie nemen, snel door het zand heen een paar meters trachten te nemen, maar Chris Snels op zich het commando neemt. Ja, die kan elkaar nog serieus een duvel aandoen, hè? Ja. Zo gaat het bij het inleiden van de laatste ronde zo dadelijk. Snels toch weer een klein beetje voorsprong genomen. Het wordt een geweldig spannende finale ronde strooien. Laatste ronde is het ook, Wouter Goossen. Als vierde is dan nog altijd Glenn Slijks en achter hem nog een hele kloof. Die vierde plaats moet hij uit de brand kunnen slepen. Kijk maar aan de onderzijde hier langs de strandstroom. Chris Snel die daar zeer sterk aan het commando rijdt en die het verschil gemaakt heeft. Overeind blijven het tempo vasthouden. Goed voorzichtig door die bocht ook gaan natuurlijk. Dat is de opdracht. Dat doet hij allemaal prima. Dus ja, de zege daar die ligt binnen handbereik nu. Even nog langs, langs de plas. Nico Strooien op die tweede plaats hier door de zandvloed. Nog. En dan Wouter Goossen als derde. Komt hij daar door het zand? Die plaatsen die liggen vast. Die zullen niet meer wijzigen. De strijd is geleverd. Christels. Laatste bocht nemen, nu naar de aankomststrook toe en dan mag er applaus weer klinken, want hier is de winnaar, ja, zeer knap, Chris Nels. Goeie Chris. Nico kan niet door de zand, hè? Nico kan niet door de zand. Nico Strooien, die wordt dus tweede. Komt als dusdanig naar het podium toe. Als derde. Ik rok hem nog wel. De vierde plaats behaalt. De vijfde plaats is voor Thomas Broeks. Zevende plaats voor de Stendrijmakers.
plaats voor Gerrit. Bij ons de tenoren van de vijfde grote prijs van de Wijngaard, de 16e herdenkingsprijs, Hendrik van Hees, weduwe van Hendrik van Hees hier bij ons zijn. Dit is mevrouw Lea Maas en die heeft de bloemen bij voor de triomfator Chris. Heel knap gedaan, hè? Ja, het was een heel zware wedstrijd. Ik heb het toch wel hard gezien, want die twee mekkers hier naast mij, die hebben toch wel het vuur serieus om de schenen gelegd. Ja, maar misschien moet het zo zijn om die mannen achter te kunnen laten. Hè? Zeker en vast, dat maakt de voldoening des te groter. Het zand is heel speciaal, want het is geweten, zand is specialiteit. Sommigen kunnen het, anderen moeten er niet van klappen. Ja, ik doe dat eigenlijk wel graag. Ik train er eigenlijk nooit op, maar het valt mij redelijk goed aan, dus het zal mij wel doen. En knap, want ja, weg zijn, terug gezelschap moeten vullen. Nico die nog eens een opklakkering krijgt en terug mee gaat spelen. Maar dan in die laatste ronde, hè, dan staat er geen maat meer op. Ja, ik had hier Nico, zit de jasgoed aan de grond. Ik dacht, dat is hier de moment. En dan heb ik vol gas doorgegeven, na de zandstrook nog alles doorgegeven. En zei ik dat het gat in eerst heel groot was geworden. Dat ik nu geen fouten maak en dan komt het wel goed. Dik in orde. Voilà. Dat wordt beloond natuurlijk met felicitaties, met bloemen en zoenen van mevrouw Lea Maas. Dus dat is voor de winnaar helemaal bovenaan. Voilà. Zo is dat. Niet alleen de bloemen, maar ook die lekkere fles. Van Terdolen, het Goed, is overal gaan, ja. Rood, jongen, het gaat volgens. In de tweede plaats pakken. En ook zo'n fles Terdolen. En dat krijgt ook Walter Goosen mee, die de wedstrijd zeer snel opende. En op de derde plek uit de brand kon slepen. Voilà, we gaan een beetje plaats maken voor de fotografen. En mensen, laat u applaus horen, alsjeblieft. Je moet dat aan.